Ik heb steeds een MacGyver-achtige manier. Pagina. Ik wil niet per se zeggen het gaat niet goed met Lucas, maar in principe kun je zeggen het gaat niet goed met Lucas. Ik heb dus 3 dagen weer in het onderwijs gewerkt met de kinderen. Hey. Nee, ik vind het nog steeds poffy. Laat mij niet naar de action gaan, want ik neem extra dingen mee. Een hele goede morgen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog van hetwasjeonline.nl. Het is zaterdag vandaag en ze zijn in de tuin bezig met ons luifel. De vorige weekvlog kon je al zien hoe die kapot is gegaan. Dus we zijn even met wat familieleden hem aan het fixen. Ik doe helemaal niks. Wow, volgens mij hebben ze hem gefixt. Ja, het lijkt erop, het lijkt erop. Ik ga even in het veld kijken. Nee, er gaat nog iets niet helemaal goed. Dus er moet nog 1 instelling waardoor de doek er straks staat. Als hij zo staat of zo, in ieder geval naar beneden. Blijkbaar is hij nog steeds niet helemaal goed. Er is iets wat helemaal rond blijft draaien. Dat moet niet. We hebben een MacGyver oplossing gemaakt. Dus hangt er nou een schroevendraaier? Ja. En dat werkt? Ja. En wat doet hij dan? Die houdt hem tegen. Oké. Okay. Deel wat doordraait, kan nou niet meer doordraaien. Papa. Oh, oké. Okay. En dat is altijd beter, dat is goedkoper dan €1750 voor een nieuwe. Hoeveel zei je? €1790 voor mijn jongens. Had je dat opgezocht? Ja, heb je papa opgezocht. Oh, jongens. Ik ga even een soepje maken. Ik heb nog soepgroenten over. En hij is ook kut als vandaag. Dus ik ga er gewoon een creme klein groentesoepje van maken. Dus ik denk 500 ml water, 2 groentebouillonblokjes en dan de soepgroenten erin. We hebben tosti met jongbeleegde kaas en mozzarella light. En een groentesoepje. Nom 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 nom. Zo, dat is vet lang geleden dat jullie ons in de auto hebben gezien. Of dat ik überhaupt zo in de auto heb gefilmd. Met zijn vieren. Want daar is er 1 en daar is er 1 en daar. Maar ja, ik dus. We zijn onderweg eerst naar zijn moeder en daarna naar mijn moeder. Uiteraard voor moederdag. Gewoon lekker een dagje eerder, zodat mijn moederdag ook gewoon mijn moederdag is. Een keer, dat is ook wel eens een keer fijn. Jee, weer buiten zitten. Het is vandaag vet warm geweest. Dan zijn we niet thuis geweest, want we zijn dus bij mijn schoonmoeder en bij mijn ouders geweest. Maar nu is het ook chill om buiten te zitten. Het is een soort van gemaakt, nog steeds een MacGyver-achtige manier. Wij gaan een spelletje spelen. Wie mij heeft gevolgd of wie mij volgt op Instagram, die weet, want ik heb het een paar keer verteld. We gaan een escape room spelen, maar dan vanuit thuis. Dus helemaal via internet. En we hebben het mailtje gekregen. We zijn een kwartier later begonnen. Oh, ik heb ondertussen nog een nieuw bericht van het spel. We zijn een kwartier later begonnen. De bedoeling was, omdat we hier nog even aan het afbouwen waren en zo. Maar we gaan van start. Ik heb er zin in. Heb je er zin in? Ja. Het is ondertussen 10 voor 11 en we zijn nog steeds bezig met spellen. Maar het gaat op zich best goed, want we begonnen zeg maar met een online groepje, maar dat hadden we in eerste instantie helemaal niet in de gaten. Dus sorry groepje dat we iets te laat waren, maar wij hadden allemaal tegelijkertijd uiteindelijk wat we moeten zijn. Ik heb het even gevraagd hoe ver hun waren en wij waren echt wel verder dan die anderen. Dus haha, zo, ik bitchy dit. En wat vinden we tot nu toe van? Ja, het is wel leuk, hè? Het is wel pittig, hè, sommige dingen. Sommige dingen zijn ook wel wat ver gezocht. En sommige dingen denk ik, oh, dat is makkelijk. En dan is het toch niet goed. En dan zoek je verder. Dus het is wel echt, echt heel erg leuk. Ik zal het link in de beschrijving. Maar uiteraard weet ik niet of dit straks natuurlijk nog is. Maar ja. Het is echt een aanrader. Unsolved Mystery heet het in ieder geval. Het is net 12 uur geweest, midden in de nacht. En dit deel is klaar. En ik bedoel met dit deel omdat we denken dat we klaar zijn met zover als deze escape room ging. Maar het eindigde met een filmpje waarin to be continued stond, zeg maar, in juni 2020. Dus het kan zijn dat hij nog een keer online komt, maar dan deel 2. Denken we.
Nee. Ik denk het. Dus. Beetje een anticlimax nou. Ja, dat vind ik wel jammer. Dat is hetzelfde als als je een serie of een film kijkt met een open eind. Verder was hij wel echt heel tof. Ik vond het wel echt heel leuk om te doen. Ook een keer wel anders, hè? Zo 's avonds thuis. Dus het is wel echt een aanrader. Nee, lief voor de morgen. Fijne moederdag. Mijn oog is helemaal rood. Echt hier. En dat zag ik gisteren al. Dat zal wel door de lente komen. Maar ik snap er niks van. Ik heb er verder geen last van. Maar Roy zei het net ook al. Dus ik denk dat ik vandaag maar gewoon mijn bril opzet. In ieder geval, zoals jullie zien, ik lig op bed met mijn kroost. Kijk, ik heb aardbeidjes. En croissantjes. En kaas. En hoe heet het nou? Normaal kan ze op, en rookvlees. Ik heb deze en gemaakt. En jam en boter. Oh, wacht. Heb jij deze gemaakt? Ja. Echt? Ook. Oh. Dit is Lucas. Deze ik. Mama cadeau. Heb je mama cadeautje gemaakt? Ja. Oeh, nou mama daar openmaken als papa terug is met Lucas. Ja, heb jij deze gemaakt? Ja. Openmaken. Openmaken. Ja. Lieve mama, ik heb geen hartje van zilver, ik heb geen hartje van goud. Maar ik heb wel een hartje dat heel veel van je houdt. Kusjes van Isabel. Maar kijk, er zitten allemaal hartjes in. Dank je wel, liefheid. We kan er niet bij zo. Mm. Oh, zo dan. Oh kijk, er staan handjes op van Lucas. En? En een hartje. Oh, en een voetje. En? Ja, voetje en handje. Ja. Dat zei ik al. Twee voetjes. Ja. En dan hetzelfde gedichtje. Ik heb een hartje. Met ook weer allemaal hartjes. Wat gaan wij samen doen? Cakejes bakken. Cakejes bakken. We gaan deze bakken. Koekjes. Nee, dat zijn cakejes. Prinsessencakejes gaan we bakken. Nou ja, je moet er zelf een beetje prinsesachtig iets van maken. Ja. Dat is leuk, hè? Ja, dat gaan we samen doen. Nou, we gaan picknicken. Roy heeft een picknick voorbereid. Dus, tata. Echt lekker. Ja. Ook een bord. Nou, ben benieuwd. We gaan verder met de cakejes, want die moesten namelijk afkoelen. En we gingen eigenlijk ook dus nog picknicken. En toen dachten we, nou weet je wat, doen we dan wel na een middagslaapje. Dus we gaan even de cakejes afmaken. Heb je daar zin in? Deze. Ja, dat, die hè? Ja. Mmm. Lekker. Lekker. En Isabel, wat gaan we nou kijken? Ja. Pagina. Nee, die gaan we niet kijken. Pagina. Pagina. Ik weet niet of je dit kon verstaan. Huilen. De mama moet huilen van het lachen, schat. Ik weet niet of jullie het kunnen verstaan, maar ik heb het vast en zeker ondertiteld. Wat gaan we kijken, schat? Mama. Fayana, hè? Fayana, ga kijken. Nelly, goedemorgen. Het is maandag. Ik ben onderweg naar het werk. Want zoals jullie weten zijn vanaf vandaag de basisscholen weer open. Dus ik moet weer op school zijn om Abel te verzorgen. En ik heb daar gemengde gevoelens bij. Daar heb ik ook een blogpostje over geschreven. Zal ik hier even linken. Ik heb gewoon heel erg gemengde gevoelens. En ik denk dat ik dat na vandaag of na deze week misschien beter kan plaatsen. Omdat ik het nu nog gewoon niet goed weet hoe ik erover denk en wat ik ervan vind. Ik ga het even wel over het anders hebben. Ook iets minder leuk. Dat heb ik jullie namelijk niet verteld. Maar Lucas is aan het afvallen weer. Of eigenlijk, ja, ik
gaat, ik wil niet per se zeggen het gaat niet goed met Lucas, maar in principe kun je zeggen het gaat niet goed met Lucas. Ben weer gebeld door het ziekenhuis, door de kinderarts, dat Lucas moet komen. Dus ik moet daar vanmiddag naartoe. Dus ik ben, als de kinderen klaar zijn bij ons op school, dan ben ik ook meteen weg. Ik moet dus met Lucas naar het ziekenhuis. Zijn we weer in het ziekenhuisje? Daar zijn we weer en gelukkig ben je aangekomen. Yay, gelukkig ben je aangekomen. Het is ondertussen de volgende dag en ik heb jullie nog geen update gegeven over Lucas gisteren. Hij is in ieder geval weer aangekomen, dus dat is super fijn. Ik ben daar wel echt heel blij mee, want daar zat mijn grootste zorg. Dat hij nog verder was afgevallen. Dus ik was echt mega blij om te zien dat hij weer wat was aangekomen, gelukkig. Daarna moest ik nog door naar de kinderarts en die heeft natuurlijk gekeken voor zijn spierspanning. Die snapt waar de fysio zich druk om maakt, maar ziet verder ook niks, want hij reageert op alles goed. En ze weet het ook gewoon niet, ze vindt het lastig, eigenlijk net als iedereen. Maar we hebben nu een doorverwijzing, We hebben nu een doorverwijzing gekregen naar het Radboud in Nijmegen. Naar de kinderneuroloog. Of neurologisch kinderarts, net hoe je het wil noemen. Zodat hij er nog even naar kan kijken. En daar krijgen we ook een oproep van binnenkort. Op zich heel fijn dat er verder gekeken wordt. Maar ik denk dat het hierna misschien ook al klaar is. En op een gegeven moment zei de kinderarts het gisteren ook van het kan ook bij hem horen. En dat is ook iets wat ik denk. Maar ik wil het niet afwimpelen als iets van het hoort bij hem. Dadelijk is er wel iets. Ik ben gewoon echt heel erg opgelucht dat hij is aangekomen. En ja, dat. Vooral dat. Wij zijn weer lekker even aan het wandelen. Wee! Heerlijk! Het is wel fris, maar dat maakt niet uit. Zolang het niet regent, vind ik alles prima. Bijna alles. Goedemorgen, het is donderdag vandaag. Ik heb net ontbijt gemaakt, zoals jullie konden zien. Een bakje yoghurt met aardbeien en gaafschroop. En thee met munt, honing, citroenen en... oh, dan ben ik het kwijt. Dat is echt super stom. Gember. En ik wil je nog even updaten over hoe mijn werkweek is geweest. Want ik heb dus nu weer weekend. Ik heb dus 3 dagen weer in het onderwijs gewerkt. Met de kinderen. Ik vond het wel spannend. De eerste dag sowieso. Van ja, hoe gaat het eruit zien? Wat gaat er gebeuren? Dat vooral. En ik merkte, de eerste dag had ik de oudste kinderen van de school. En die hielden wel echt rekening met de afstand. En ik merkte gaandeweg ook wel dat ik daar ook wel behoefte aan had, aan die afstand. De oudste kinderen die hielden eigenlijk heel goed rekening mee. Dus dat was heel erg fijn. Nou, de tweede dag had ik de kleuters. En die vinden dat wel echt heel erg lastig. Maar ik heb wel echt een hele leuke en fijne dag gehad. Alleen ja, die afstand bewaren is dan wat lastiger. En ik had wel uitgelegd, nou, jullie mochten het hier komen. En... het voelt zo dubbel, want aan de ene kant wil ik ze allemaal knuffelen en doen, maar het voelt niet goed. En ik denk dat het ook mega belangrijk is in deze situatie om je gevoel te volgen. Ik weet het gewoon allemaal niet zo goed. Nou heb ik 3 dagen gewerkt en dan denk ik, ja, ik vind die afstand toch wel fijn. Ik ben niet per se bang om ziek te worden of zo, maar toch voelt het ook niet goed om zo dichtbij die kinderen te staan. En dat is wel echt mega dubbel. Want ja, je wil het wel, maar... je wil het ook niet. En dat is wel echt wel... zeg maar. En de derde dag had ik... even voor het gemak de middenbouw. En daar vond de ene helft van de kinderen vond het wel makkelijk om gewoon afstand te houden. En de andere helft die vergat dat met regelmaat. En ja, dan is het toch de kunst om niet meteen zo te gaan reageren. Maar gewoon... Weet je op die manier. En dat snappen ze ook. Ze snappen het ook allemaal wel. Ik vond het wel spannend. En ik weet nu door in het veld zeg maar te staan. Dat ik wel graag gewoon die afstand behoud. Met die kinderen. En dat is ook prima. Dat mag ook. Dat gevoel mag er ook zijn. En gelukkig... ja, is dat met mijn collega's ook gewoon oké, zeg maar. Iedereen zet er anders in en dat is oké en dat mag. Dus hoe je er ook in staat, het is helemaal prima. We moesten net naar het CB, die afspraak stond al. Dus we zijn maandag in het ziekenhuis geweest en vandaag dus naar het CB. En dan is hij in vergelijking in ieder geval met het ziekenhuis, is hij toch weer afgevallen.
in vergelijking dus met de laatste weging, maar in de vergelijking met de vorige weging op het CB is hij wel gewoon aangekomen. Is het wel een stijgende lijn. Dus we gaan de nummers even vergeten. Dat is... ja, we gaan nog rijden, schat. Dat is zoals die Roos zei, we gaan niet naar die nummers kijken. We gaan gewoon kijken naar die stijgende lijn. Ja, we blijven gewoon in contact. Dus we hebben weer een afspraak gepland. Maar de eerstvolgende is dan in het ziekenhuis. En de keer daarna is het dan weer hier op CB. En we houden contact. En iedereen staat er eigenlijk hetzelfde in. Van kijken naar cijfers, ziet het er niet goed uit. Kijken naar het mannetje zelf, ziet het er gewoon goed uit. Is er niks aan de hand. En we zitten toch op, allemaal op het punt van ja, hè, wanneer stop je met onderzoeken? Wanneer ga je door? Maar je wil ook niks op... je wil ook eens over het hoofd zien, want je wil niet laten spijt krijgen van oh, hadden we maar. Het is een grote raadsel en iedereen maakt zich een beetje zorgen, maar het is echt maar een beetje, omdat hij er verder gewoon mega goed uitziet. En ja, ik denk dat we allemaal, dus professionals en ikzelf en Roy ook, gewoon echt wel op één lijn zitten. Dus dat is enorm fijn. En het doet je ook wel iets hoor, als je kind... goed is en toch niet goed is of zo. En dat klinkt echt heel zwart-wit. Maar ja. Ik ga bananenbrood maken. Ik heb een receptje van iemand gekregen en daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Dus ik ga even bakken. Nattig, maar goed. Hij gaat er gewoon in voor 55 minuten. Wacht even. Ingedrukt houden, dat gaat makkelijker. En ik heb mijn haar weer gekruld. Deze keer met de krultang. Zo dik ongeveer. Ik weet niet welke maat dat is. Vorige keer met de steltang. En ja, ik weet het niet hoor, met de krullen. Dus als jullie tips hebben, mij kunnen helpen ermee. Dus als jullie mij ermee kunnen helpen, ik hoor het graag. Al wil je mee op de camera? Maar, en dan is dus sowieso maar afwachten hoe het de rest van de dag eruit gaat zien. Mijn haar zak sowieso heel snel in. Ik heb heel dik en heel veel haar, dus ik was er alweer een uur mee bezig. Dit is bananenbrood. Dat heb ik dus gisteren gebakken, maar dat had ik jullie niet laten zien. Ziet er goed uit, hè? En dit is dan gewoon yoghurt met agavesiroop en aardbeien. Eigenlijk wat ik normaal ook eet, alleen dus nou op deze manier. Nou, is best Instagram-waardig, toch? Ik heb maar een speldje in mijn haar gedaan, want ik weet niet, weet je wat het is? Mijn haar is gewoon, of mijn haar is, ik heb gewoon heel veel haar. Ik heb heel dik haar. Maar goed, zo ziet het er ook een soort van uit. Kijk, wacht even, ik zal het even, wow, zo, gooi je haar los. Woehoe. Oké. Okay, nou is het sowieso natuurlijk uitgezakt, hoewel, nou zit het best oké, of niet? Ik loop even naar een spiegel, want het is makkelijker dan jullie als speldje. Of jullie als speldje, zeg ik nou. Jullie als beeld gebruiken. Nee, ik vind het nog steeds poefy. Ik vind het zo poefy. Terwijl het op camera eigenlijk best oké eruit ziet. Maar zo, als ik dan zo in de spiegel kijk, dan denk ik, hè. En deze is echt niet goed. Deze is alleen maar uitgezakt. En dan heb je hieronder, die blijft even vet goed zitten. Daar... Maar dan krijg je dit dus. Dus, nou, nog een keer een oproep. Als jullie tips hebben voor mijn haar. Hoe ik dit moet aanpakken. Bijvoorbeeld, misschien moet ik gewoon deze, de onderkant niet krullen. Want zeker als ik die grote krultang gebruik of zo. Of ik moet het gewoon alleen maar stylen. Want krullen, misschien niet aan mij besteed. Ik ben trouwens even een appeltje aan het maken voor Lucas. Dus ik heb een bakje met water en daarin appel. Even warm maken en dan ga ik het pureren, want anders is het natuurlijk veel te hard. En dan heb je appelmoes voor baby's. Nam 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 nam, lekker appelmoesje eten. Ja. Ik zit op de fiets, ik ben even onderweg naar de Action, want de stickers van Isabel zijn op. En ze plakt nog steeds stickers voor het plassen en poepen. Ze krijgt geen cadeautjes meer, maar ze vindt het gewoon leuk. En ik denk, ja, zolang zij dat leuk vindt, is het ook prima. Dus die ga ik even halen. En ik wilde eigenlijk vandaag sporten. Ik heb zo geen zin. Maar goed, ik dacht dus ik ga even op de fiets. Want dan compenseer ik het een beetje.
En op zich, ik heb het al de hele dag koud, dus ik heb daarom ook geen zin om te sporten. En ja, van sport krijgt het wel warm, snap ik. Maar gewoon, ik heb gewoon zin. Ik wil gewoon op de bank onder een dekentje liggen met warme thee, zeg maar. Dat is alles wat ik wil doen. Dus geen sporten, maar wel op de fiets lekker even naar de winkel. Ik reken het goed. Laat mij niet naar de Action gaan, want ik neem extra dingen mee. Kijk eens, Isa. Waar is die? Kijk dan. Mijn geheugenkaartje was weer vol. Obviously. Dus ik ga even laten zien wat ik dus net gekocht heb. Laat het. Ja. Hey, vind je hier mooi? Ja, hè? Wie staat erop? Elsa. Elsa, en wat zingt Elsa? En ik kocht deze backpotjes, 6. Die kocht ik voor Lucas. Ik had er straks dus appel gemaakt. En toen dacht ik, eigenlijk is dat kei lekker. En het is eigenlijk niet zo heel veel werk. Maar het is wel fijn als je gewoon een voorraadje hebt. Niet alleen appelmoes, want dan wordt het natuurlijk gewoon moes van. Maar ook gewoon andere dingen. Oké, jij de stickers aan oma laten zien? Oh, die zijn de stickers. Ja, dat zijn stickers. Dat is leuk. Kijk. Nou, en we hebben deze met Minnie Mouse en Katrien. Kijk. Oh, wat mooi. Dat is leuk. Avengers. Kijk. En natuurlijk Frozen. Kijk. Die broek die ik altijd aan heb, die echt als een tweede huid zit, dat konden jullie zien in de vlog. Die heet Oh Wacht Als een Rups, daar vertel ik dat ook in. Nou, die kwam van de Action, maar ik mag van Roy daar eigenlijk niet meer buiten lopen. Maar ja, ik vergeet hem, want hij zit zo fijn. Dus ik heb maar een nieuwe joggingbroek gekocht bij de Action. Ik weet niet of hij net zo fijn zit, want het is denk ik een ander model ding. Maar nou, ik heb hem aangetrokken. Maar hij zit niet zo fijn als die andere, bij lange na niet. En daar zitten geen zakken in. Maar goed. Ja, wat doen we hiermee? Nee, dit is hem eigenlijk niet, jongens. We zijn, zoals jullie kunnen zien, weer lekker aan het wandelen. Het is heerlijk weer. Geen blauwe lucht, jammer genoeg, geen zon. Maar de temperatuur is wel eigenlijk heel lekker. Gaan jullie even een andere hand nemen. Het is ook vrijdagavond en we gaan toen niet echt meer echt iets doen, zeg maar. Dus ik hoop dat jullie de vlog heel leuk vonden. Doe een blauw duimpje omhoog als dat zo is. En natuurlijk, als je niet geabonneerd bent, zou ik het heel tof vinden als je wil abonneren. Je helpt me daar enorm mee. En ik wil echt richting die 500. Dus please, help me. Ik wil natuurlijk ook naar die 5000 en 50.000. Maar goed, laten we gewoon met 500 beginnen. Dat is wat reëler. Dus, abonneer je als je het niet hebt gedaan. Zelfs als je het nooit meer gaat kijken, jawel. Kijk maar gewoon. Maar goed, dus dat heb ik al eens gezegd. Laat een reactie achter wat je van de vlog vond. En tot de volgende keer.